Heerlijk, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is een tijdje geleden, maar ik ben weer terug met nieuwe weekvlogs elke week. Yes, hij was echt leuk. Dus allemaal jongens, zaterdag checken in de Kids op 20. En dat is dus gekomen doordat ik sinds een paar weken een masker gebruik waar ik echt mega erg tevreden over ben. En daarom wil ik het ook graag met jullie delen. Ik ben voor het eerst in mijn leven gescamd, of in ieder geval opgelicht, via het internet. Top! Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag en eindelijk welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is een tijdje geleden, maar ik ben weer terug met nieuwe weekvlogs elke week. En vandaag is het maandag, nieuw begin van de week. We zitten nog steeds in quarantaine, dus heel veel kunnen we niet doen. Maar ik ben vanochtend gestart met een workout, want ik ga een soort van workout challenge doen, 25 dagen lang. Vandaag was dag 1 en ja, het was op zich best wel zwaar, ik heb ook een zere buik. Maar dat is alleen maar een goed teken, want dan heb je natuurlijk iets gedaan wat zin heeft. Voor nu heb ik net ontbeten en ik ga eens even een maskertje opdoen, want dat doe ik elke week, want mijn huid was een tijd heel erg slecht. En sinds dit masker is het echt weer een stukje beter. Ik ga jullie zo wel even meenemen, laat ik alles even zien. Dus kijk maar even mee. Mask time! Mocht je trouwens nog geen blij duimpje omhoog hebben gedaan bij deze video, doe dan even een blij duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En let's get started! Zoals ik net ook al zei, was mijn huid een tijdje super slecht. Ik had heel veel last van acne en gewoon een hele ja, onzuivere huid eigenlijk. Ik had heel veel plekjes ook. En zoals je ziet, is dat nu gewoon echt wel een stuk minder. Je ziet nog wel plekjes. Maar eigenlijk is het grootste deel gewoon weg. En dat is dus gekomen doordat ik sinds een paar weken een masker gebruik waar ik echt mega erg tevreden over ben. En daarom wil ik het ook graag met jullie delen. Ik gebruik sinds een paar weken het May Beauty Peel Off Face Masker. En dit masker is echt top, want het verwijdert dus de dode huidcellen, de zwarte puntjes op je huid, dus de meeeters en het overtollig tallig, waardoor je dus niet snel nieuwe puistjes etc. krijgt. Het werkt voor mij echt super goed. Het is een peel-off masker, dus je kan je dus wel aftrekken. Ik ga hem even openmaken en dan gaan we hem lekker opsmeren. Het allerbeste van dit masker is dat hij dus echt super lekker ruikt. Wat een heel groot nadeel van peel-off maskers is vaak dat ze best wel chemisch ruiken naar lijm etc. Gewoon niet zo lekker. Maar deze ruikt echt super lekker naar bloemetjes. Dus daar hou ik echt van. Ik heb het masker even in een bakje gedaan. Maar dat is net wat makkelijker met het opdoen. Nou, het is best wel gewoon een wat dikkere substantie. En ik vind het altijd heel erg fijn met maskers. Ik heb ook een handig kwastje bij van May Beauty. En dan ga ik het gewoon zo aanbrengen op mijn gezicht. Voelt dat het even heel erg koud. Maar ik vind het juist wel lekker. Een beetje verfrissend of zo. En dat ga ik dan gewoon zo aanbrengen over mijn hele gezicht. Oké, het maskertje zit erop zoals je ziet. En dat mag ik nu een half uurtje tot drie kwartier laten intrekken. En in die tijd ga ik meestal gewoon even een serietje kijken of iets anders. En als het dan goed is ingedroogd, moet namelijk helemaal opdrogen. Dan kan je hem er zo peelen, dus dan kan je hem er aftrekken. En dat is altijd het meest satisfying moment. Ik ga even een half uurtje tot drie kwartier wat anders doen. En dan ben ik zo bij jullie terug. Doei doeg! Oké, ik ben weer terug. En zoals je kan zien aan mijn mond is praten best wel moeilijk nu. Want het masker is heel sterk gewoon ingetrokken. Hij is best wel strak gaan staan. Het doet verder geen pijn of iets. Maar je voelt wel dat hij gewoon strak staat. Dus ik ga hem eraf halen. Hij is helemaal goed ingedroogd. Ik begin onderaan, want hier heb ik al een stukje los. Dat is al wat makkelijker. En dan ga ik hem er zo afpielen. Het maskertje is weer af. Ik heb direct even lekker mijn gezicht gewassen. Want dat vind ik altijd wel fijn na een masker. Omdat er soms nog wat restjes achter blijven. Mijn huid voelt in ieder geval nu mega zacht. En alle mee-etertjes, het overtollig tallig en de dode huidcellen zijn nu lekker weg. En dat voel je ook direct. Want het is gewoon een stuk zachter. En ik voel eigenlijk nergens meer iets wat qua rotzooi op mijn huid zit. Dus dat is echt top. En dat vind ik dus echt mega fijn aan dit masker. En ik merkte ook eigenlijk direct al na de eerste keer gebruiken dat het mijn huid dus echt heel erg goed deed. Voor de mensen die het graag willen zien, heb ik hier nog resultaten van wat ik met het masker eruit heb getrokken. Mocht je er niet van houden, klik dan even 10 seconden door. En dan ben je weer verder bij de vlog. Oké, kijk, dit zijn dus de resultaten. Ik heb het even gefilmd met mijn telefoon, want die is net wat duidelijker. Maar zoals je ziet, zie je dus echt mega veel. Ja, ik weet niet zo goed wat het zijn, maar heel veel dode huidcellen. Vooral heel veel overtollig tallig. En de mee-eters zie je gewoon. Je ziet gewoon dat er echt dus heel veel meegenomen is met het masker. En dat vind ik zelf dus echt super top. Ik wil dus alle meiden ook echt even dit masker aanraden van May Beauty Peel Off Face Masker. Want het is echt een toppertje. En na één keer gebruiken merk je al verschil. Dus mocht je nou last hebben van een onzuivere huid. Of wil je gewoon heel graag je huid even lekker een boost geven. Want zoals je ziet kan je dat ook al bij mijne zien. Het is echt een topmasker. Dan raad ik je deze zeker aan. Want hij is echt mega handig in gebruik. Het kost je een uurtje.
En dan is je huid gewoon weer lekker helemaal fris. Mocht je nou willen shoppen, dan heb ik voor jullie ook speciaal een kortingscode. Met de code BOWFACE30 krijg je maar liefst 30% korting op deze heerlijke maskertjes. Ik zal ook even een linkje in de beschrijving zetten. Dan kan je direct naar het product toe gaan en dan kan je hem shoppen als je dat wil. Voor nu ga ik me verder even klaarmaken. Dus dit maskertje gaat weer in de kast. Die ga ik volgende week weer opnieuw gebruiken. En dan ben ik zo bij jullie terug. Check de link in mijn bio en shop het mag. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb me net even klaargemaakt, in ieder geval ik heb mijn haar even gedaan. Het is nu 11:30 en ik heb om 12:00 een interview met de Kids Top 20 voor hun uitzending van aankomende zaterdag. Omdat je nu natuurlijk corona hebt en ze geen mensen in de studio kunnen uitnodigen. Dus ze doen de interviews via Skype. Super leuk, ik heb er heel veel zin in. Ik ga even een beetje make-up erop knallen, of in ieder geval een beetje BB cream denk ik en mascara. Joep zit ondertussen, mocht je denken wat het geluid is. Joep zit even weer zijn lekkere bots te enjoyen. Hey Joepie. Hallo. Hij zat zo blij, zo schattig. Die hond kwispelt echt de hele dag door. Maar ik ga dus nu even mijn spullen pakken, klaarmaken en dan heb ik zo meteen een leuk interview. Zo, ik zit klaar. Ik heb ook even klaargemaakt voor zometeen dus het Skype gesprek met de Kids Top 20 met het interview. Ik weet niet of ik er wat kan filmen verder, misschien. Ik weet het niet zeker. Maar mocht ik het kunnen filmen, dan laat ik het jullie even zien. En anders dan zien jullie het zaterdag gewoon in de vlog wanneer het op tv is. Ik zit dus even klaar. Ik heb dit als achtergrond gedaan. Wel leuk natuurlijk, een beetje TikTok en YouTube gerelateerd. Omdat ik natuurlijk hier altijd zo mijn video's maak. En ja, ik heb heel veel zin in het interview. Voor de rest trouwens zie ik het nu staan. Ik heb dus sinds kort dit nieuwe TikTok statief gekocht. Deze heeft zo'n ringlamp en dan kan ik daar mijn telefoon in zetten. En dan heb ik dus echt super fleeky licht tijdens het opnemen van TikToks. Want ik gebruikte voorheen altijd gewoon enkel die softbox, zeg maar. Maar ja, dat vond ik niet zo erg fijn voor TikToks, omdat het natuurlijk best wel een lomp dingetje is. Dus zodoende heb ik dus nu ook de ringlamp gekocht. Super fijn dingetje, echt aan te raden. Voor de rest ga ik dus zo meteen even lekker het interviewtje doen. En dan moet ik straks even naar mijn ouders werken. Dan moet ik wat dingetjes doen vandaag. En ik denk dat Jules en ik nog wat TikTok video's gaan opnemen. Nu is Jules alleen nog steeds niet in deze vlog geweest. Maar hij komt zo meteen wel, zit nu even in de kamer, omdat ik dadelijk dat interview heb. Maar daarna spreek ik hem wel weer even. Dan kom ik wel even naar de kamer. En dan komt Jules ook even in de vlog. Want dat is natuurlijk wel zo gezellig. We zijn bezig met het interview. Of in ieder geval, we hebben hem net gehad. En hij is leuk geworden, hè Stephanie? Heel erg leuk, Bo. Super leuk dat ik je kon spreken. Yes, hij was echt leuk. Dus allemaal jongens, zaterdag checken in de Kids Top 20. Ik heb net dus het superleuke interview gehad met Stephanie. Het was echt mega gezellig. En het waren echt leuke vragen. Nu zei ik natuurlijk wel heel erg enthousiast dat jullie allemaal... Kids op 20 moest gaan kijken aankomende zaterdag. Maar op het moment dat dit online komt, is die uitzending al geweest. Dus ik zal even een linkje in de beschrijving zetten waar je het kan terugkijken, mocht je het leuk vinden om te kijken. Het is een klein stukje in de aflevering, maar toch heel erg leuk. Voor nu ga ik even mijn spullen bij elkaar pakken en dan gaan we zo meteen naar mijn ouders werk. Ik moet daar nog wat dingetjes doen. En dan dus voor de rest vandaag lekker video's maken. Kijk eens wie er eindelijk in mijn vloggie is. De knap vriendje. Het is hier een beetje donker. Maar wat we net aan het doen waren, was even weer TikTokjes opnemen. TikTokjes? Hoe zeg je dat? TikTokjes. Nee, we hebben net even wat TikToks opgenomen. Ook eentje met een soort van zomer... Nou, hoe zeg je dat gimmick? Ik ga even hier staan. Zomer ideetje. Heel grappig, met greenscreen. Echt leuk geworden. Dus vandaar dat ik zo'n afgrijzelijk jurkje aan heb. Ja, oké. Okay. Voor de rest gaan we nu nog even verder opnemen. We gaan nog dingen klaarmaken. En dan is de avond alweer bijna voorbij. Het is inmiddels echt al 9 uur of zo. Maar we zijn gewoon lekker nu TikToks aan het opnemen. We hebben toch lichten. Dus dan kunnen we daar van alles mee doen. En we gaan nu een TikTok opnemen als hij lukt met... Duiven, ja. Zo, goedenavond allemaal. Het is inmiddels vrijdagavond. We hebben even een kleine sprong gemaakt in de tijd. Maar ik was de afgelopen dagen best wel erg druk. En ik had ook niet echt zoiets van... Nou, ik vind het hele leuke dingen om mee te nemen voor jullie. Omdat het heel veel dingen zijn die ik nog niet mag vertellen. Die nog een beetje... behind the scenes zijn voor jullie, dus jullie hadden daar gewoon niks aan. Dus zodoende dat ik zoiets had van oké, dan doe ik maandag en dinsdag en dan doe ik het hele weekend, dus vrijdag, zaterdag, zondag. Ik ben op dit moment bezig met mijn eigen acrylnagels, mijn nagels zagen er echt niet meer uit. Dus we hebben alles er net afgehaald, mijn moeder heeft een beetje bijgeveld. En ik ga ze nu proberen op te vullen, ik heb namelijk van alles besteld. Ik neem jullie even mee naar de kamer en laat ik het even zien. Oké, we hebben dus echt van alles. Ik heb hier onder andere acryl liquid. Ik heb heel veel gel lakjes. Deze komen van AliExpress trouwens. Die heb ik hier getest. Ik heb een beetje uitgezocht. En deze schenen dus er goed te zijn. Waren ook wel wat duurder voor AliExpress. Volgens mij 3,50 per lakje. Maar ze zijn echt top. En daar heb ik 8 kleurtjes van. Acrylpoeder. We hebben kwasten. Veilen.
We hebben eigenlijk van alles. We hebben nog een cleanser voor na die tijd. En we hebben dus net mijn nagels even er helemaal afgehaald. De gel, dat was echt een gedoe. En we hebben ze dus nu helemaal geveld. Zoals je ziet is deze met een tip erop gezet. Omdat die nagel is afgebroken bij mij. Maar voor de rest zijn ze allemaal mijn eigen nagels. Ik ga het nu opvullen met acryl. Ik heb het gisteren een beetje bij Roos geprobeerd. En ik ga het nu bij mezelf doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Zo, ik ben weer op mijn kamer. En ik ga lekker slapen. Jules nog even in de woonkamer met mijn ouders. Maar ik ga lekker slapen, want ik ben super moe. Mijn nagels zien er zo uit. Nog steeds eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen zit er nu acryl bij op en een primer. Want het leuke is dus, ik had via Facebook Marktplaats. Super gek klinkt dat een beetje. Maar dan had ik dus een UV-lamp gekocht. Om dus de gel-lak te laten drogen. Want we hadden dus zelf geen eentje meer. En ik heb er eentje besteld via AliExpress, een goeie. En die komt over een week of zo binnen. Maar dat duurde voor mij te lang. Omdat mijn nagels echt heel erg ver uitgegroeid waren. Het zag er gewoon niet meer uit. Dus ik dacht van oké, dat bestel ik gewoon voor een tientje plus 7 euro verzend. Kost 17 euro een lamp bij zo'n mevrouw. En dan wordt het gewoon bij mij geleverd de volgende dag. En dan kan ik gewoon aan de slag. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik had het bij mevrouw besteld. En die zei ja, alles is er nog goed mee, dit en dat. Dus ik vertrouwde die mevrouw gewoon. Zet ik net die lamp aan, zijn er gewoon 3 van de 4 lampen kapot. Amazing. Ze reageert trouwens niet meer op mijn berichten, want ik had haar een berichtje gestuurd. Dus ik ben voor het eerst in mijn leven gescamd, of in ieder geval opgelicht, via het internet. Top, goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is inmiddels zaterdagmiddag en we gaan weer even wat TikToks opnemen. Ik heb een nieuw scherm sinds gisteren. Een greenscreen rol, zeg maar. Dus kunnen we ook hele vette greenscreen video's maken. En we hebben allemaal wat vette ideeën, hè, Jules? Ja. We hebben echt vette ideeën, dus dat gaan we even opnemen. Voor de rest gaan we vandaag niet heel veel doen, maar we gaan gewoon even lekker knallen met de TikTok video's. We gaan ook winkelen. Oh ja, we gaan ook winkelen. We gaan even boodschappen doen. Dus dat komt helemaal goed. We gaan even lekker opnemen, dus let's go, hè, Jules? Let's go! Zo, het is inmiddels wat later. We hebben boodschappen gedaan en ik heb mijn nagels gefixt. Ben ik super blij mee. Ik heb dus weer gel erop gedaan. Ik heb de acryl opgevuld en dat gewoon helemaal zelf. Ik had ook één nagel die afgebroken was, daar heb ik een tip op gedaan. En het is misschien niet helemaal perfect als je echt dichtbij kijkt. Maar ik ben er best wel tevreden mee, gewoon voor de eerste keer. Ik heb dat natuurlijk nog nooit gedaan. Dus ik ben er tevreden mee. Voor nu ga ik mijn tas verpakken, want we gaan een weekend naar Jules' ouders toe. Dus dat is super leuk. En we hebben aankomende maandag, Koningsdag is het dan. Heb ik een shoot met veders. Daar moet ik ook alvast even wat kleren voor inpakken. Ik weet alleen nog niet zo goed wat ik ga meenemen en aandoen. Want we hebben dus een shoot op het strand voor onder andere mijn verjaardag. Dus dat is super leuk. Ik ga even snel mijn spullen inpakken en dan let's go onderweg naar Jules. Het is inmiddels zondag en we zijn aangekomen bij Jules. En aangezien we dus laatst het allemaal in quarantaine zitten, is dit eigenlijk de hele dag het scherm waar Julian tegenaan kijkt. Ah. En waar hij heel druk mee is. Dat is helemaal niet waar. En ja, ik speel geen FIFA. Ik vind andere spelletjes op de PlayStation wel leuk, maar ik kan FIFA gewoon niet. Ik dacht dat je één speler moest spelen, maar je moet zijn heel team en ik kan het echt niet. Maar dat is helemaal niet erg hoor. Kijk, als jij het gewoon leuk vindt om te spelen, dan moet je dat gewoon doen, snap je? Oh ja. Snap je? Ik ben aan het spelen, Bo. Ga ja, ergens anders kijk, vloggen, okay, joh. Kijk, dit bedoel ik dus. Maar we hebben vandaag niet heel veel gedaan. We hebben best wel lang uitgeslapen. Toen heb ik weer mijn workouts gedaan, want ik doe nu 5 dagen zo'n workout challenge van Chloe Ting of zo. Zo'n Amerikaanse YouTuber en die doet allemaal van die workouts. En ik doe nu de 25 dagen hourglass challenge, dus zandloper challenge. En het gaat best wel goed, ik zie best wel resultaten, maar ik zal er volgende week in de vlog even wat meer van laten zien. Deze vlog is een beetje chaotisch, omdat ik natuurlijk weer even in die vlogging lifestyle moest komen. Ik ben dat een tijdje natuurlijk even, heb ik dat even niet gedaan. Dus ik moet er even weer terugkomen, ik vergat het heel veel. Maar voor nu gaan wij zometeen even een filmpje kijken. En dan weer slapen, want het is inmiddels al 8:30, maar het zit natuurlijk nu super lang licht buiten. Is het al 8:30? Jezus. Ja, het is al, kijk, dit bedoel ik. Dit is de PlayStation Live. Nee, oké, jokes. Maar morgen gaan we in ieder geval een shoot met Vee, maar daarmee neem ik jullie mee in een nieuwe vlog. Deze vlog ga ik in ieder geval afsluiten. Hopelijk vonden jullie hem, ondanks dat hij een beetje rommelig was, toch heel erg leuk. En kijken jullie volgende keer weer. Dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En tot de volgende keer, mensjes. Doeg. Doei.